Wat wil deze man? Meneertje, wat wilt u? Ga zitten, man! Yo mensen van Cute Gaming, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. En we zijn hier met Restaurant Rush. En oh my god, we gaan er weer voor. Oh god, we hebben een dirty table. Die moeten we snel even schoonmaken. Order, wat wilt u hebben, meneertje? Ga maar lekker zitten. Once chicken, you can find it in the oven. Kippie. There we go. Dan moet ik zijn tafeltje schoonmaken. Hoppa. Food comes from three places. The fridge, the oven and the pantry. Oké, ja, get ready. Ik ben al lang ready. Man, ik ben altijd ready. Ik ben zo ready als wat. Oeh, iemand heeft 1 punt meer als ik. Hoe kan dat? Hoe kunnen die mensen nu al meer... Remember to clear your tables or villagers won't return. Wat wil u hebben, meneertje? Wat wilt u hebben? Ga maar ga zitten dan. Een braised rabbit. En die zit in de oven. Kom op. Snel, tafeltje schoonmaken. There we go. Wat wilt u hebben, meneer? Gaat u ook maar lekker ergens achteraan aan tafel zitten, joh. Ik heb alle tijd van de wereld. Geen probleem. Komt u maar. Ook een braised rabbit. Oh, we moeten een braised rabbit hebben. Oh, for having one. Oh, work cleaner. Oh my god, no. En hij wil een cooked chicken. Of course. Heb ik verdomme een cooked chicken. En dan is die man weer lekker bezig. Nou, goed gedaan, meneer. Ga maar lekker zitten. Deze mensen zijn ook zo sloom, hè. In plaats van dat ze gewoon naar binnen komen rennen. Gewoon een tafel pakken die dichtst bij de deur zit. Maar nee. Even zijn tafeltje schoonpoetsen. Want die mannen die zijn hier zo smerig bezig altijd. Een chocolate cookie en een cooked pork chop. Oké. Okay. Waar is de chocolate cookie? There we go. Tafeltje schoonmaken. Wat wil deze man? Een rauwe carrot. Een rauwe carrot. Kom op. Wat wilt u hebben? Cooked mutton en een stuffed potato. Een cooked mutton en een stuffed potato. Een stuffed potato. There we go. Tafeltje schoonmaken. Dit tafeltje schoonmaken. Hij wil een shiny apple. En die vinden we ook hier. Nou, kijk eens jongens. Gaat lekker. Wat wil hij? Een braised rabbit. Oké. Okay. Nou, ik ren wel lekker door mijn restaurantje heen hoor, jongens. Wat wil deze meneer hebben? Ik maak eerst even deze tafel schoon. Dat gaat toch sneller. Een mushroomsoep. En die zit in de pantry. En dan gaan we even zijn eten pakken. Een vanilla cake. Oké. Okay. Wat wil hij hebben? Milk. Nou, dan gaan we even in de fridge. Oh, nee, dat is milk. Ga weg. Nee, fuck. Milk. Even kijken. Oh my god, jongens. Stuffed potato en milk. Stuffed potato en milk. Stuffed potato en milk. Oh god. Milk. Stuffed potato. Zo. Oh, dit is lastig nou. Even kijken. Een flounderfish. God. Even kijken. Deze man wil een flounderfish. Hij wil een snowcone en een raw carrot. Een snowcone en een carrot. Volgens mij was iemand anders eerst. Maar hey, maakt niet uit. Een flounderfish en een garlic bread. Oké, garlic bread. Meneer, hier, neem alles wat u nodig heeft. Even kijken. Een pumpkin pie. Oh god, jongens. Dit is chaos. Dikke chaos. Help. Help. Wat wil hij? Oké, die man gaat weg. Oké, daar. Een flounderfish en een cooked pork chop. Wat wil hij? Een vanilla cake en milk. Milk, vanilla cake. Wat wil hij? Hij wil een snowcone en water. Prima. Snowcone en water. Snowcone en water. Snowcone en water. Hier, meneertje. Wat wil die andere man hebben? Hij wil een shiny apple en een flounderfish. Flounderfish. Shiny apple, 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 apple. There we go. Even kijken. Hij wil een carrot en water. Kom op, water, carrot. Hier, meneer. Neem het.
Die man wil een vanille cake en een pumpkin pie. Nou, die pakt er meteen even twee. Godverdomme. Pakken we nog het verkeerde ook. Garlic bread en cooked mutton. Oh my god, jongens. Dit is echt een gekke chaos in mijn restaurantje. Snel tafeltje schoonmaken. Voor die extra puntjes. Oh god, it's game over, jongens. We zijn tweede geworden. Jesus Christ. Tweede plaats. Cute Gaming met 106 punten. There we fucking go. 106 punten. Dat is best wel veel, volgens mij. Nou, jongens. Daar gaan we weer. Wat moeten we doen? Until start. We gaan weer wachten tot hij weer begint. En dan... Looks like you have a dirty table. Yeah, we do. En onze eerste klant moet ook even binnenkomen. Here's your first customer. The order will appear above his head. Village wants chicken. Grab the chicken. Zo, there we go. En nu heeft hij een vieze tafel. Kijk eens. Food comes from two places. The fridge, the oven and the pantry. Dat weten we nu wel. Hou hier mee op. Get ready. Voor de restaurant. Rush. Ta 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 ta. Jesus Christ. Boys and grills. Waar komen onze klanten? Waar blijven ze? Het wordt een spannende strijd tussen mij en Hubba Bubba. Maar ik ben veel sneller, want ik ben een hele goede kokkin. En ik doe dit allemaal super snel. Oké, okay. Meneer, wat wilt u hebben? Een stuffed potato. Die zit in de pantry. En dan moet ik deze tafeltje schoonmaken. There we go. Ik ga tegelijk op met die man. Beter gaan mijn villagers op betere plekken zitten. Een braised rabbit. Tafeltje schoonmaken. Ik sta voor. Oh nee, ik sta achter. Godver, waarom zijn die mensen zo snel? Waarom krijg ik niet sneller villagers binnen? Een chocolate cookie. Fucking hell, ik moet nog leren waar alles ligt. Maar ik werk hier net pas in het klote restaurant. Kom op. Ja, oh my god. Boys. Please, maar één customer per tegelijk. Want dat is chill. Wat wil je? Wat wil je? Wat wil je? Wat wil je? Een cooked steak. Hier, there we go. 3 punten voor deze mooie man. Hoe kunnen die mensen sneller zijn? Seedless watermelon. Wat wil jij? Een snowcone en een flounderfish. Snowcone, flounderfish. There we go. Dirty table schoonmaken. Hier nog een dirty table schoonmaken. There we go. I will een braised rabbit. Kijk eens jongens, snelste personeel wat er bestaat. Wat wil deze man? Meneertje, wat wilt u? Ga zitten, man! Loop door! Een stuffed potato. Die zit in de pantry. Ik geef deze man zijn stuffed potato. Maak die tafel schoon. Want die man wil een shiny apple. En die zit ook hierin. Let's go! En ondertussen dat ik deze tafel schoon maak, komt er nog een klant binnen. En wat wil deze mooie man? Wat wilt u, meneer? Je wil een cooked mutton? Nee, kut. Het was een steak. Wat wilt u, meneer? Een cooked steak. Nou, kijk eens. Volgens mij willen mensen elke keer, zeg maar, wat ik verkeerd heb gedaan. Een garlic bread en water. Water. Ik vergeet steeds om te klikken. Garlic bread. Water. Wat wilt u? Een flounderfish en een cooked steak. Da 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 da. Maak de tafel schoon. Kom op, extra puntjes. Wat wilt u hebben, meneer? Een mushroomsoep en een braised rabbit? Komt eraan, geen probleem. En die mushroomsoep staat in de pantry. What the fuck is een pantry trouwens? Een braised rabbit. Oké, nou, there we go. Eet u dit maar lekker op, meneertje. En dan maak ik even snel een tafeltje schoon. En hij wil een shiny apple en een water. Komt ook helemaal tip-top in orde. Zo, so, there we go. Een shiny apple en een seedless watermelon. Seedless watermelon, shiny apple. Let's fucking go. On my way, mister. Een stuffed potato. En die zit in de pantry. En u wil een pumpkin pie en een chocolate cookie. Geen probleem. Komt eraan. En u wilt een cooked steak en een snowcone. Komt er ook aan. Eerst even mijn tafeltje schoonmaken, opruimen. Wat dan ook. Even koekeloeren. U wil een chocolate cookie en een stuffed potato. Geen probleem. Komt eraan. Maak even mijn tafeltje schoon.
Zo, een kookt mutten en een water. Mutten, water, snel rennen. Deze meneer heeft heel erg honger en dorst. Oh my god, jongens, wat een chaos. Dirty tables everywhere. Oké, hij wil een cooked steak, een seedless watermelon en een milk. Cooked steak, seedless watermelon en milk. There we go. Garlic bread en een cooked pork chop. Cooked pork chop en een garlic bread. Hier, meneer. Een milk en een chocolate cookie. Kut. Nee, kut, jongens, ik ben de... Nee. Vanilla cake. Wie wil er een vanilla cake? Eenmaal, andermaal. Verkocht. Aan deze tafel. En deze tafel, oh. We zijn de eerste met... Wow, we hebben 146 punten, jongens. Dit is toch ongelofelijk. Jezus Christus, man. Het kan toch niet? Kijk dan. Winner, winner. Oh ja, trouwens, ik heb hele vervelende buren. Die zijn weer eens bezig met van alles en nog wat. Kunnen jullie even stil doen? Zodat ik mijn outro kan doen? Ja, dankjewel. Als het geen hond is, dan is het wel iemand die aan het boren of aan het hameren is of whatever. In ieder geval, ik wil jullie bedanken voor het kijken en tot de volgende video. Later!